De poppenkast op de Dam bestaat 120 jaar. Jan Klaassen die bestond al veel langer, eeuwen. Maar in 1893 kreeg Janus Cabalt, die al door heel Amsterdam speelde, officieel vergunning om op de Dam te mogen spelen. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van den helder tot den bril. Iedere poppenspeler die op de Dam speelt, die maakt zijn eigen poppen. En het is wel allemaal een eigen iets. Ik probeer altijd dingen erin te verwerken die ik gewoon rondom het huis vind. Dus zijn neus, dat is een kleerhanger. Dit zijn een soort kleine spateltjes, zijn oren. Maar de kenmerken van Jan Klaassen die blijven gewoon eeuwig. Hij heeft altijd zo'n grote puntneus. Nou, het rood hier is er bijna helemaal afgeslagen inmiddels. Dus daar moet ik weer een beetje bijwerken. Maar hij lacht altijd, hè. Of hij nou verdrietig is of niet. Hij heeft altijd een lach. En die grappige muts natuurlijk, met dat belletje eraan. En dat zijn echt de traditionele kenmerken van Jan Klaassen. Het eerste wat ik doe is die poppen dan klaarleggen voor de voorstelling die ik ga doen. Die hangen we aan haakjes, zodat je er lekker makkelijk en snel in kan. Want als ik dan sta te spelen, dan moet ik snel zo'n pop kunnen pakken. Dan gooi je zo je hand erin en dan kan je meteen... Appatee! En dan tel ik tot drie en dan roep ik 1, 2, 3... Jan Klaassen! En dan speelt hij wat met de gordijnen, dan komt hij zo naar buiten. Nou, dan zie ik eerst dit. En ik kijk hier doorheen, dus ik kan wel een beetje publiek zien. Want hier kan je een beetje doorheen kijken. Ik vind het belangrijk dat de poppenkast met zijn tijd meegaat, hè, actuele onderwerpen behandelt. Omdat de poppenkast toch een beetje de spiegel van de samenleving is. Het publiek van de poppenkast moet zichzelf kunnen herkennen in de avonturen, de verhaaltjes van Jan Klaassen en Katrijn. Op de Dam spelen we alles een beetje in de traditie van Jan Klaassen, wat daar dus al 120 jaar op de Dam gebeurt. En je probeert ook de actualiteit binnen te halen. Dus je hebt nu een heleboel vaders die dan komen met de bakfietsen daar dan op moeten, met de kinderen de dag doorbrengen. En dat was natuurlijk in de tijd van de, net na de oorlog was het allemaal heel ongebruikelijk. Dus dan was die humor heel anders, dat Jan Klaassen op de baby moest passen. Maar nu relateert Jan Klaassen veel meer met die vaders. Nou, wisten jullie dat het zo moeilijk was? Oh, ik ben back af met zo'n baby passen. Weet je, dus het heeft een hele andere soort humor gekregen. Maar het werkt allemaal nog steeds. Het is gewoon steengoede formule eigenlijk. Ik ben vandaag jarig en willen jullie het goed dat ik mijn vrouwtje en de kist ga verkopen? Ja! Je bent veel met je stem bezig. We hebben wel geluidsversterking, maar toch, weet je, de hele tijd moet je verschillende stemwisselingen doen. En dat moet ook niet misgaan. Het is ook goed als je het een beetje helemaal acteert, dus dat je hele gezicht ook zo zet. Dus dat probeer ik ook altijd weer even te oefenen en dat je daarin snel kan schakelen. Jan Klaassen, wat is dat nou? Wat is het hier voor een lawaai? Katrijn, doe nou maar even rustig aan, schat. Ik zit midden in een voorstelling. Ik vind de grootste kracht van de poppenkast nog steeds door al die jaren heen, dat het de meest laagdrempelige vorm van theater is. Iedereen kan naar de poppenkast toe. Het kost niks. Je kunt er gewoon lekker bij gaan zitten, mee gaan genieten. Dus jong en oud, welke nationaliteit je ook hebt, welke religie je ook hebt, alles komt bij die poppenkast. En die poppenkast, toch weer naar die spiegel van de samenleving. Iedereen vindt daar iets van hem of haar in. Van hé, dat is mijn poppenkast, dat is mijn Jan Klaassen, dat is mijn verhaal. De poppenkast vertelt jouw verhaal. 12 mei start het nieuwe seizoen van de poppenkast op de Dam. Elke zondag tot en met 6 oktober is er om 1, 2, 3 en 4 uur een voorstelling te zien.